Ja. Ja. Een gelukkig nieuwjaar. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? Een gelukkig nieuwjaar. Een gelukkig 2013. Je wenst het iemand toe. U hebt het misschien al heel vaak gedaan deze morgen, deze dagen. Je wenst iemand toe. En je hoopt. En je hoopt dat het jou ook overkomt. Een gelukkig nieuwjaar. Maar ook een evenwichtig nieuwjaar, een gezond nieuwjaar. En een nieuwjaar waarin je steeds beter kunt incasseren. Oh, wat zou dat fijn zijn. Als je op je werk ontslagen wordt, dat kan gebeuren, want heel veel mensen die worden ontslagen het komend jaar, dat je dan gewoon bij jezelf denkt, ah, gaat het, ik ben ontslagen, nou, ik vond toch al een klote bedrijf. Gewoon zo op die manier reageren. Als je op school gepest wordt, dan zie jij er raar uit, dat je dan beseft ineens, oh, ik heb dit jaar een olifantshuid. Je hebt gewoon een olifantshuid, glijdt allemaal langs je heen. Als je vrouw met je beste vriend naar bed gaat, dat je gewoon bij jezelf denkt, nou, dan merkt hij ook eens dat zij 's nachts nauwelijks beweegt. Dames en heren, dit jaar ga je je wellicht sterk voelen, sterk in je schoenen staan. En misschien loopt je huwelijk vast. Het is niet te hopen, maar het zou kunnen. Nou, en dan denk je bij jezelf, nou, ik heb toch al een vrouw op de reservebank zitten. Dat weet je eigen vrouw niet, maar jij weet dat stiekem wel. Nou ja, misschien mag dat helemaal niet, hoor. Kijk, misschien kan ook nog gebeuren, een vrouw. Misschien zegt een vrouw die van twee mannen houdt, dat heb je tegenwoordig, dat ze niet voor jou kiest, maar voor de ander. Ja, dat soort situaties kunnen zich heden de dagen voordoen. En dames en heren, je wordt niet verdrietig. Je gaat niet huilen, je wordt niet verdrietig of kwaad. Maar je ziet ineens hoe lelijk die vrouw is die jou afwijst. Lelijk en dom. Bah. De schellen vallen van je ogen. Heerlijk, dit jaar wordt niet alleen het jaar van goed kunnen incasseren, maar ook het jaar van inzicht ineens. Ik heb inzicht, ik zie het nou, ik zie hoe het in elkaar zit. Van de juiste analyse maken. En misschien ook misschien wel het jaar van tempo. Dag. Ook wel, misschien wel het jaar van tempo. Geen tijd verspillen met het koesteren van zinloos liefdesverdriet. Geen tijd verspillen. Lekker de schouders eronder zetten en met volle kracht voorwaarts. Laten we er een goed jaar van maken. En mag ik tot slot nog eventjes iets zeggen over de televisie op oudjaarsavond? Belachelijk dat er bij de publieke omroep om 12 uur geen rechtstreekse show was, zoals vorig jaar met Paul de Leeuw. En grappig dat Guido Weijers hogere kijkdichtheid heeft gehaald dan Erik Verbuiswinkel. Nou, nogmaals, een stralend jaar en een aangenaam etensmaal met spekje van dokter. Dat is ook wel verwaardigd.